Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. De euforie van vrijdag werd in de VS alweer getemperd en daarmee de winsten weer ingeleverd. De Nasdaq was de grootste verliezer met een daling van 2%. Het rentebesluit van de centrale bank is morgen en de zenuwen nemen alvast toe. En Amazon.com zette streep door het gratis bezorgen van kleine boodschappen. De minimale ordergrens werd op 150 dollar gelegd. En zowel Ford als Tesla gaan de prijzen verder verlagen, en daarmee lijkt de prijsoorlog voor elektrische voertuigen begonnen. Beide bedrijven zagen de koers dalen uiteindelijk, en NXP had een uitstekend vierde kwartaal, maar waarschuwde wel meteen voor het huidige. Netto bleef er 722 miljoen over op een omzet van 3,3 miljard dollar. Het aandeel viel uiteindelijk 4% terug. En Hang Seng leverde wederom een stukje in en sluit 1,5% lager. Shanghai Composite en Nikkei volgen met een verlies van 0,4%. In China kwam de inkoopmanagersindex weer nipt boven de 50 uit en dus een lichte groei. In Japan kromp de industriële productie met 2,8% en dat viel juist weer tegen bij de verwachtingen. Futures in Amsterdam duidden ondertussen op een wat lagere opening. Het CBS ziet nog een negatief beeld voor de Nederlandse economie in januari. En in Duitsland vielen de detailhandelsverkopen wat tegen met een daling van 6,4% over de maand december. Dat was overigens inclusief de inflatiecorrectie. Op jaarbasis stegen ze met 7,8% inclusief correctie en deze was dus volledig te danken aan prijsstijgingen. KPN heeft een uitstekend kwartaal gedraaid en men komt dan ook met een positieve outlook, die gesteund wordt met een aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen. Ook het dividend gaat licht omhoog. Op een fractioneel betere omzet van 1,36 miljard bleef een 21% hogere netto-winst van 190 miljoen over. En UBS zag de omzet fractioneel dalen tot 8 miljard... maar wist daar wel een hogere netto-winst van 1,7 miljard uit te halen. En dat is in dollars. De kostenbasis is met 76% nog wel aan de hoge kant. Men streeft naar een lage 70%. Gezien de resultaten wil men voor 5 miljard dollar aandelen gaan inkopen. Topman Ralf Hamers is content met de situatie... En laat uh, donderdag, dat is wel interessant, laat zijn vorige werkgever IEG de cijfers zien. Op de agenda vandaag werkloosheidscijfers en economische groei uit Duitsland. We hebben economische groei vanuit de eurozone, arbeidskosten, huizenprijzen, inkoopmensenindex Chicago en consumentenvertrouwen uit de VS. Verder heel veel bedrijfscijfers, onder andere ExxonMobil, General Motors, UPS, Manpower, McDonald's en nabeurs. AMD en Snap. Bij de analisten zet Jeffries, JP Morgan en RBC Philips op verkopen. KBC geeft een houden advies. En Deutsche Bank en Jeffries zetten Unilever op kopen met een koersstoel rond de 50. RBC en Goldman zetten Unilever op houden en Bernstein zet Unilever op verkopen met een koersstoel van 40 euro. Goldman en ASM, Z-Asml nog maar eens opkopen met een koersstoel van 765 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.